Hoi, ik ben Clan en welkom bij Clash met Clan. Sorry dat het allemaal wat langer heeft geduurd voordat er een video online komt. Dat heeft alles mee te maken dat we twee video's hadden opgenomen op de iPad, zodat we wat bredere gameplay hadden of konden laten zien aan jullie. Alleen, om een of andere rare reden heeft die filmpjes niet opgeslagen. Dus we zijn nog even aan het uitzoeken waar dat precies aan ligt en of we dat in de toekomst wel kunnen doen of niet. Maar voor nu zijn we het in ieder geval weer even op de iPhone aan het doen. We gaan deze video pushen naar Divisie 10 met dit deck, het E-Giant deckje. Ja, een redelijk simpel deckje om te spelen. Het is wel fijn en het werkt nu wel redelijk goed eventjes, dus ik was er even voor gekozen om dit deck te proberen. Zoals je ziet, 3 potjes winnen zijn we in Divisie 10. Ik denk dat mijn winrate zal zeker niet zo goed zijn als vorig seizoen. Ik heb heel veel verschillende deckjes uitgeprobeerd. Dus ik denk dat het rond de 50% zit. Ik heb heel veel potjes gespeeld en van alles uitgeprobeerd. Maar, ja. Hey, het eerste potje moet tegen Henrique uit OS Boat BR. Hij begint met de speerkops. Ik bedoel gewoon een bomber. Kijken, niet optimaal geplaatst, waardoor die bomber toch of waardoor de speerkops toch wat hits doet. Ik ga wel gelijk in de aanval met mijn E-Giant ervoor. Dat is eigenlijk wat je heel veel doet, je E-Giant overal voorknallen. Want ik vind het nog steeds een vrij overpowered kaart. Even kijken, maar ik moet wel even wat extra doen, anders gaat dit wel wat damage pakken. Misschien is het iets te agressief. Even kijken, pakken we die pins. Ja, die pins pakken we in ieder geval gelukkig wel, dus dan valt het mee hoeveel damage dit doet. Ja, mijn Phoenix respawnt ook, dus wat dat betreft mag ik niet mopperen. Het zit toch wel lekker, het is nog vrij vroeg in het seizoen dit. Dus als we inderdaad nu de volgende divisie halen, zit toch wel lekker. Kijk, op die prins doe ik Golden Knight en dan snel ability spammen, zodat zijn charge niet op mijn Golden Knight zit en dat mijn Golden Knight nog steeds een klein beetje gevaar is voor de counter. Dan moet hij er in ieder geval nog wel iets tegen doen. Zeker als ik weer mijn nieuwe dash heb. Nou, als op tijd met zijn Golden Giant. Nou, je doet me alleen onze kanon op. Ik denk niet dat hij heel veel heeft om te ondersteunen, maar best natuurlijk met 2 elixir. Dus moet ik nog 10 meer in droppen. En, ja, hij pakt hier weinig dingetje mee. Phoenix gaat ook weer spannen, doet niks aan, dus dan ga ik dat even laten gaan verder, denk ik. Dan gaan we even rustig opbouwen tot ik dadelijk mijn giant weer even in de bek kan doen. Oké, hier komt hij met zijn dark pins. Doen we de barbarrel op en de bomber. En overleef mijn bomber het. Ja, dan doe ik hier voor mijn electro giant. Ja, hij speelt Golden Giant dubbel pin. Hij heeft nog geen spark, of iets dergelijks. Darkbox, of er is een speerkop van Rai Tornado. Golden Knight, dat is een hele mooie dash. Daar heeft hij niet goed over nagedacht, want er is heel veel value voor mijn Golden Knight natuurlijk. En dan gaan we weer rustig hergroeperen met de Phoenix in de back. Als we zo rustig spelen, dan kan onze vriend te weinig beginnen. Hier doen we onze. Nu wordt wel even iets angstiger, maar ik ga gewoon die prins proberen te guiden met mijn Electro Giant. Dan ga ik zo nog even tornado, dat die bestie allemaal niet te veel damage doen. Nou, hier doe ik mijn Barbarian Barrel op. Ik probeer die goed druk te zetten, maar het heeft niet gelukt. En nu die Giant aan zijn toren, dan gaan we dit potje gewoon makkelijk winnen. Dus al met al een fijn eerste potje om te beginnen. Kijken of we de overige twee ook nog kunnen winnen, zodat we inderdaad in divisie 10 geraken. Houden jullie het allemaal nog een beetje vol met het ontzettend warme weer de laatste tijd? Dat is bizar, hè? Het is wel lekker hoor, maar je hoort niet klagen. Maar... Kijk, gaan we gelijk het tweede potje in. Hiyuk. Even kijken. Maar ik zei, dit is een vrij makkelijk dekje om mee te spelen. Kijk, cycle-dekjes moet je echt wel wat meer skill hebben. Maar dit is een principe dekje wat iedereen wel redelijk kan leren. Ja, ik dacht dat ik die Magic Archer gelijk ging aanpakken, maar dat deed ik niet. Dan doe ik hier mijn barbarrel, daar mijn Phoenix. En dan is dat gewoon goed gestopt. Dus ik even na te denken, wil ik nog extra druk gaan zetten? Ik denk dat ik dat laat gaan voor wat dit is. Een slechte neder, dus ik niet naar zijn kingtoren. Dat geeft ons in ieder geval de ruimte om de E-Giant in de back te doen. Nou, als we meer elixir hebben dan hem. En daarnaast, ja, E-Giant in de back geeft 9 van 10 keer problemen. Dat is ons met zijn bomber. Snel.
mijn, of tenminste hij kwam met zijn balbrekers, deed ik snel mijn bomber. Dat counterde prima. Dus we zijn nu al zo ver voor met, oeh, dit is wel even jammer. Lightning net, die Magic Archer. Toen die bomtoren kwam, dan heb ik liever op die bomtoren gaan, want dan hadden we heel veel damage gedaan. En nu valt het mee, terwijl we daar echt een goede voorsprong hadden. Qua elixir. Dus nou, dit is ook weer een push, die is makkelijk te verdedigen. Prima dat hij het doet hoor. Maar ja, hij brengt zichzelf toch een beetje in het probleem mee, want ik heb nu een Golem Knight eigenlijk gratis op het veld staan. Met die walbrekers snoept hij wel één elixir van me af. En die Knight, ja, die pakt hij ja, vrij simpel met Golem Knight mee. Maar daar hoef ik verder niks meer aan te doen. Zo kunnen we zo weer hergroeperen. E-Giant in de back. En dan even kijken of we de Lightning kunnen bewaren voor de bomtoren. En of we de Magic Archer naar de E-Giant toe nedo of iets dergelijks. Nou, die mijnen kan ik laten gaan, als ik niet echt een beetje chip damage pak. Die bommer ook net iets te ver van de speergobs neergezet. Maar... Okay. Nou, dan gaan we die bomtoren gewoon lightningen. Dat moet ik over doen. Ik kom er net niet bij om ook de toren die ik wou te lightningen, maar als hij hier verder niks tegen kan doen, dan gaat het van damage doen. Ja, die neder gaat hier ook niks meer bereiken, dus dit gaat aardig wat damage doen. En we zijn alweer teruggezakken naar volgende E-Giant. En we gaan ook gewoon hop in de aanval. Het is natuurlijk altijd een beetje uitkijken dat ik met die Magic Archer van hem niet mag het value geven dat hij zijn Magic Archer op de brug kan doen en daardoor gelijk de toren ook kan hitten. Dus vandaar dat ik inderdaad mijn E-Giant toch gelijk daarvoor in deed. Kijk, dan komt hij met zijn Magic Archer uit inderdaad. Dat E-Giant ervoor. Ik kan niet wat nedo, maar niet naar de toren, pakte geen damage mee. Dus hier gaat hij de strijd niet meer winnen. Nou is onze E-Giant op dusdanig zwak dat wij niet heel veel damage gaan doen met deze push. Denk ik, nou, misschien toch iets. We hebben weer een lightning, er wordt niks van hem afgesnoept en we pakken inderdaad nog aardig wat damage omdat hij het verder niet verdedigde. Phoenix pakken we zo snel mogelijk die knight aan. Ik had eigenlijk zo'n met harder op de brug verwacht, maar hij deed het zo, dan pakken we hem gewoon met onze barbarrel. En dan wil ik hem naar beneden. Is dit nog niet de push waar we mee gaan pakken, maar we gaan toch wel in de buurt komen. Hier zit hij nog wel even goed druk. Er zit nog wat damage mee, maar er is nog één lightning in en dan is het gedaan. Dus hij kan goed druk zetten wat hij wil, maar hij gaat ook met deze nedo gaat hij de strijd niet meer winnen. Nou, dat weet hij zelf ook wel. Ik heb een bommen, een goedkoopste kaart en dan gaan we lightning dan GG. Good game. En dan hoeven we nog maar één potje voor divisie 10. Dus dat is wel lekker. Het zou mooi zijn als die ook gelijk kunnen winnen. Kijken. Tegen wie? Oh, wie moeten we? Tegenstander zoeken. Nou, die naam kan ik niet uitspreken. Een potje waar het echt om gaat. Waar het echt om draait. Ja, ik doe een log, doe gewoon een barbarrel. Met zijn goblins. Hier over de dash op. Daar met zijn valk. Doe gewoon een phoenix in de back. Dan eet de phoenix zo die valk op. En het afhankelijk van wat hij er nog voor gaat doen, bij gaat doen. Een hokrijder of iets dergelijks. Weet ik het waar hij mee speelt. Nou, hokrijder kunnen we tornadoen. Nou, zoals je ziet, dit is de placement. Hoe het altijd een hokrijder nedo. En dan gaat hij altijd naar de kingtoren. Dus. Mocht u dat nog afvragen, check even, zet hem even op pauze, waar ik hem precies neerzet. Dus in het midden van de toren, maar net of het links of rechts is. Nou, zo werkt het wel goed. Executioner is altijd wel een vervelende kaart om tegen te komen, maar op zich, ja, met E-Giant is het is er wel redelijk goed mee af te rekenen. Dus. Het is, ja, executioner is natuurlijk heel sterk in de verdediging, maar als ik het Lightning of een Nedo naar mijn E-Giant, dan... Dan kunnen we daar wel redelijk doorheen komen, denk ik. Ja, en hij heeft Hulkrijder als win condition. Ja, daar heb ik neder voor en eventueel een kanon. Ja, ik weet niet wat zijn grote spel is, maar hij heeft dat nog niet laten zien. Maar
Ja, ik denk dat het wel, wel goed moet komen dan. Eerst nog even leidingen. Het is lekker geweest als hij nog een hoofdreis erbij had gedaan. Maar... Zit even na te denken. Willen we hier gelijk in de aanval komen? Ik ga gewoon weer rustig de push vanuit de back ophalen. Nee, eventjes die ijsspeer ook blokken. Daar horen we snel bij. Dus een hele toch voorin. Nou, hij zit nu al naar 7 elixir ingezet. 10 elixir ingezet. En dan heeft hij een half levende valk eraan overgehouden. Dus op zich een prima. Prima iets zijn. Nou, hij robbert die Golden Knight. Dus weer minder elixir. Terwijl ik al meer elixir voor stond. Hopelijk dat hij nu wat inzet op mijn Barbarian Barrel. Hij zet Executioner links in voor hem. Dus dan gaan wij voor mij links in de aanval. Doet hij wel goed. Hier neden we. Zodat hij zo weinig mogelijk damage doet. Mijn ability spammen. Of verleidingen. Dat vind ik beter nu, maar dat vind ik heel spannend. Nou, ik toch wel hoop hier iets meer damage mee te doen. Ik denk dat hij met zijn hokrijden hiervoor komt. Dus ik ga mijn kanon ready. Nee, dit is niet. Oké, dan gaan we weer rustig in de back opbouwen. En nu komt hij met zijn hokrijden dan. Ik hoop niet dat hij ook zeker is gestreven. Ik denk dat de tornado niet was gehoeven, maar ik was een beetje bang daarvoor. Voor die hokrijder, dus ik deed hem toch maar. Better safe than sorry. Sometimes. Hij gaat nu weer een push opbouwen. Ik denk dat ik dat gewoon ga lightningen als hij inderdaad een hokrijder bij doet. Ja. Dus een prima lightning, pakt hij geen damage mee. En ja, hij gaat er niet doorheen komen. Hij negeert rechts de Golden Knight, dat is niet heel verstandig vind, want daar ga ik daar heel veel damage mee doen. Hij moest ook wel iets doen, want anders ging links heel veel damage doen. Dus hè, het was kies of delen wat dat betreft, maar nu kunnen we in ieder geval beide kanten op gaan. Hij heeft links die Executioner, dus ik ga rechts even met mijn E-Giant komen, maar links ook druk zetten, zodat hij ja, beide kanten moet blijven verdedigen. Bomber even in de back. Die leiding moet gewoon even pakken. Nog maar een minuutje, namelijk. Kanon nodig. En dan gaan we gewoon in de aanval. Dan moet dit denk ik de GG zijn. Ja, ze hebben het niet opgegeven. Ja, dat heeft opgegeven. Dus dat is ja, mooi voor mij. Hebben het derde potje gewonnen. Zijn we in divisie 10. Gaan we even kijken wat onze winrate is. Daar ben ik wel benieuwd naar. Maar wat ik zeg, het zal niet heel hoog zijn. Eens zien. Hmm, 52%. Ja, dat is wel even anders dan die 75% van vorig seizoen. Maar wat ik zeg, ik heb heel veel verschillende deckjes geprobeerd. Want kijk wat de nieuwe meta is. Dus jullie gaan ook nog zeker de komende tijd meer decks van mij voorbij zien komen. Oh, nou, 9999 van de wereld. Nou ja, dat is niet zo spannend. Zou ik snel weer uit zijn. Maar even kijken, deze gast die stond. Nou, dat is wel een aardig speertje. 3850ste van de wereld geweest. Nou ja. En die Hyuk. Ook een prima speertje, 4484ste. Die andere, Hendrik. Nou, die was wel duidelijk de minste. Helemaal goed, ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Als het zo is, laat even een blauw duimpje achter daar en abonneer op mijn kanaal. Overigens, ja, de twee potjes die ik had opgenomen was eentje ervan al mijn kaarten naar max level upgraden. En daarna ging ik met Splashard spelen in de Royal Tournament. Dus ja, dat filmpje dat ik al mijn kaarten max... Ja, die gameplay is er gewoon niet meer. Dus die kan ik ook echt niet laten zien, helaas. En ik ga nog wel een keer met Splashhead spelen. Dat, ja, dat is dan even helaas nu uitgesteld, maar die gaat er nog zeker aankomen. Ook is het zo dat mijn vriendin ja, wat minder tijd gaat hebben om video's te editen, aangezien ze begonnen is aan een nieuwe baan. Mocht jij het nou leuk vinden om samen het kanaal omhoog te brengen en kan je een beetje redelijk editen, laat dan even achter in de comments en dan kunnen we het even over hebben om te kijken of jij mijn video's in voordeel kan editen. Ja, laat even een berichtje achter als dat zo is en dan zie ik jullie allemaal bij een volgende video van Clash McClan. Chalas.